Ja, dan kun je beertafels in. Heb je filmpjes hier? Ja, maar dan moet je er ook van wachten. Ik wist er bijna in mijn broek. Nee, jongen, wat mooi, wat mooi. Beetje hoopvol vandaag? Ja, een beetje. Beetje? Een beetje. Ja, koud, hè. Hoe diep is die hier, Rico? Hier ongeveer 3,5 meter diep. Oké. Okay. Ja, ik had het touwtjes van langer gemaakt natuurlijk, maar die daar, daar is van 5 meter diep. Nog. Maar ja. Wat zijn de verwachtingen? Slecht. Slecht? Nee. Er springt wel heel veel vis daar trouwens aan de andere kant. Dat is wel een goed teken. Ik heb er niet veel vertrouwen in. Nou, we zullen zien. Mooi chopper. Mooi meel. Hoe is het? Goed. Je hebt de boel al klaar? Hoe diep is die, Willy? Ja, dat is al een meter 2,5, 3 weet ik. Ja? Midden 4. Oké. Okay. Dat was niet goed. Wat heb je allemaal bij? Niet veel anders dan andere mensen, denk ik hoor. Pinkies? Pinkies, manen, kasters, flotertjes ga ik even maken. Rode mais heb ik altijd bij me. Oké. Okay. Dan moet ik maar zien. Ja, oké. Okay. We gaan ons best doen. Doe maar even. Hoe ga je vissen vandaag, Bobby? Hoe ga jij vissen vandaag? Op goed geluk. Ik ben de. Hier zit weinig vissen. Oh. Hier zit. Ja.
maar hier is een ondiep stuk. Oké. Dus ik heb pech gehad met lood. Nou, we zullen zien straks. Zie je? We zullen zien straks. Ja. Mooi ja. Hallo. Beetje zin in? Jawel. Jawel. Ja? Lekker zacht weer. Mooi zo. Ja, met de pikken zeker. Ja. Ja, nou, dan moet je een beetje naar overkant gaan. Hoeveel meter ga jij vissen? Ik heb vaste stok. Ik zit op 9 meter, dat is mijn langste. En ik zit er weer bij. Oké. Okay. Proberen. Nee, maar ik zit tussen twee trappers in mijn lange stok. Dat is helemaal mis voor mij. Helemaal mis, ja. Ik doe wat anders, maar dat zei je niet. Ik kijk gewoon naar de oude. Ja, nou, dan is het al gauw over. Hey, succes, Jan. Het is maar anders, hè, als vrienden. Beetje zin in, Erwin? Ik heb er heel veel zin in. Oké. Jij ook? Ja, zeker. Wat voor diepte heb je hier? Een meter of 3. Oké. Denk ik. Dat wordt steeds ondieper. Ja? Hoe meer ik naar die kant ga. Ja, hè? Ja. Ja, dit is wel. Dit is zeker 3 meter. Je hebt ook een feeder klaargemaakt, zie ik. Ja. Wat ga je daarmee doen? Ik hoop 1 of 2 hele dikke vissen te vangen. Waar? Tik de boot. Ja. Wat wil je hebben dan? Krijg ik dan iets van haven? Ja, van haven. Wat wil je vragen? Erwin. Ja, Martin. Jij had het net over dode pinkies. Ja. Waarom is dat nu belangrijk? Omdat de vis een beetje passief is. Ja. En die hoeft dan, ik denk geen leeptige pinkies. Ik kies dan liever voor dode pinkies. Blijven ze mooi rustig op de bodem. Ja. Dat denk ik. Oké. Okay. Oh, rust. Zit er hard in, denk ik. Ik ben jou. Wat doen we dan nog hier? Kijk. André, je hebt nog even met de aan de gang weer. Ja, he? Precies. Ja, een kantje. Ja. Hoe heb ik ze van? Een kantje. Ja. Dat zie ik. 500 gram, zie ik. Nou, net komt er weer, hè? Oh, meer. 1260. Zo. Nou. Oké. Okay. Nou, Koos. Ja. Dat is weer naar kwam heb. Maar gelukkig komt net te bij. Ja, het liep half wat, maar ja, het is niet. 400 gram. Hè? Ik heb daar helemaal niet gevist gisteren. 740. 760. Weegt ook milligram? 900. Ja, 900. Even een shotje van. Shotje. Oh, minstens. Doe eerst mee, volgens mij. Huh? Doe eerst mee. Ja, jongen. 620. Ja, best eerst is weer een paar keer. 620. Ja, is zo. Waarschijnlijk. Harry op safari. Dit gewoon niet houden. Nee. Niks. Ja? Ja. Zo, dikke buizen, ja. Nou. The one and only Harry Brakel. 400. 400? Ja. 400. Hahaha. Ah ja. Tjonge jonge jonge.
600 in. 10 kilo. 480. 480. Oh, ja. Die regen, die was 394 gram. Ja. Maar ik neem ze meer, ik doe ze wel, ik stuur ze naar kwijt. Ja, die is er niet hout naar. Ja, wat denk je toe? Nee, hoor, dat is echt wel. Kun je zo iets mee? Nou. Ja, ik moet niet lopen. Ik heb allemaal niks. Dus ja, ik zeg 440 gram. Ja. Daarom hoor. Huh? 520. Ja, dat ken je wel. Dat ken je na de. Net na de. Klitsnat dat. Jorrem hoorde toen die looddeus kunt er bier. Ja, hoor die stil. Jorrem wil ook dicht en net hebben. Nou, let op hoor. 430. 500. Dan mogen we er toch 400 van. Ja, nou, Jacob Janssen met een pakje. Sorry. 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 Dan gaan we even over op, wij hebben een troostprijs en die heeft Jeroen gewonnen, die neem ik mee voor Jeroen. Dat is, Bijna roept al honger in troostprijs. Maar dat was een vleespakket, alleen puur om troostprijs. Hartstikke netjes. Ja. En dan gaan we over naar de uitslag. En ja, André Mus, weer voor het eerst aan de waterkant. En ja, jij pakt de winst. Je hebt 1260 gram. Zo! Hey, ja. 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 Ook voordat hij de laatste keer weer is. Ja, is dat wel goed zien. Dat is wel wat mij weer brood voor. Ja, die drinkt weer. Ja, dat vak was dit. Ja! Dat vak was hij daar. Hij is C. Boven de rep naar de uur. Vak C. André, van harte gefeliciteerd. Je mag kiezen. Ja. Ja. Jij bent waterbonnen. Nou, ik ben niet Matrix meer. Oké. Okay. Ja, Engels. Ja, dat zijn Engels. Ja. Ja. En nummer 1 in de vak A, dat is Erwin. Hey. Wow. Erwin die had 800 gram. Maar mijn buurman die had een kilo, maar die ging nog roet. Ja. Maar die is er niet. Dat is toch geen. Zo is dat. Ja, dat heeft ze tegen. Ja, het is toch niet zo dim hoor. Ik heb er in ja. Ja, dat was niks gevangen. Nee, dat was niks gevangen. Ja? Ja. Buurman heeft er wel 7 kilo. Ja, goed gevangen. Hij had 7, 8 kilo. Nummer 1 in vak B was Erko. Hey! Hij is te bang! Erko die had 620 gram. Ja. Ah, wat gaat er uit zijn? Ja. Dankjewel hè. Nou ja. Ja, ik pak hem ook. Ik zie dat. Mooi stakje. Dan gaan we over naar de tweede plek. Vak C, Henk Muska met 900 gram. Ah, 9 kilo, nou zeg ik. Nul erbaten. Ja. 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 Nummer 2 van vak A was Jan Oosterma met 620 gram. Nummer 2 van vak B, Ronald met 500 gram. Ronald. Nou gaan we naar vak. Nou gaan we naar de derde plaats en vak C. Daar ben ik zelf met 760 gram. Piet House?
En vak A is Jan Diekema met 560 gram. Hey! Ja. En vak B, Willy met 480 gram. Tony, dan gaan we naar de vierde plaats. En vak A, Bobby, met 520 gram. Ja. 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 Bobby. Dank je, dank je, dank je. Nummer 5 in vak C is Tonnes met 400 gram. Tonnes, gefeliciteerd. Ja. Nummer 5 in vak B is Harry met 400 gram. Ja? Oké, nou gaan we naar vak B voor de zesde plaats is Co. En Co die had... Co, allemaal En vak C, Martin, en die had ook met 0. Martin, hey, hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, jij hebt het leven net. Oké. Dan gaan we toch wedstrijden organiseren en de stekwedstrijden. En dat zal winterwedstrijden worden en ook zomers. Hoe we dat nog in gaan indelen, dat horen jullie wel. En, maar dan is het onder de noemer neutraal. Nou, yes. En dan is Partij en Brengen ook weer groter. Lacht dat. En dan gaan we dan met winnen. Nee, doen we nooit. Dat is echt me ook. Ja.